Oefening 2. Maak lekkere woordgroepen. Wat moet je eigenlijk doen? Eerst ga je op zoek naar een naamwoord. Je kijkt naar de woordjes. Bijvoorbeeld chocolade. Dat is een naamwoord. Dan ga ik op zoek naar een woordje dat iets meer zegt over chocolade. Koude chocolade, taartchocolade, papchocolade, zoete chocolade, fruitige chocolade, pannenkoekenchocolade, warme chocolade, lekkere chocolade, snoepchocolade, taartchocolade. Lekkere hoort daar wel bij. Dus ik schrijf op. Lekkere chocolade. Die heb ik gebruikt, dus die mag ik niet meer gebruiken. Ik ga nog eentje met jou doen, de andere zijn voor jouzelf. Taart. Wat hoort bij taart? Koude taart, paptaart, zoete taart, fruitige taart, pannenkoektaart, warme taart, snoeptaart. Inderdaad. Fruitige taart. Nu is aan jou. Ga op zoek met de woordjes. Ga op zoek met de woordjes. Koude, pap, zoete, pannenkoek, warme en snoep naar woordgroepen. Nadien gaan we naar deze oefening. Onderstreep de naamwoorden. Kleur de woorden die iets meer zeggen over het naamwoord. De eerste 4 zinnetjes doe ik als voorbeeld. De volgende 4 zinnetjes doe je alleen. Een stoere leeuw was hard aan het brullen. Eerst ga ik zoeken naar de naamwoorden. Wat is een plant, een dier, een mens of een ding? Leeuw is een dier. Ik zie geen plant, geen mens en geen ding. Ik ga naar de tweede zin. Ik zoek het naamwoord. Zijn aardige vrouwtje ging naar hem toe. Wat is een plant, een dier, een mens of een ding? Vrouwtje. Volgende zin. Ze vroeg, grote leeuw, ben je moe? Wat is een plant, een mens, een dier of een ding? Leeuw. Volgende zin. Ze streek hem door zijn mooie krullen. Wat is een plant, een mens, een dier of een ding? Krullen. Nu heb je de eerste opdracht gedaan. De naamwoorden. Nadien moet ik gaan kleuren. En ik weet, woorden die iets meer zeggen over de naamwoorden, die staan er altijd voor. Dus ik ga op zoek. Stoere leeuw. Ja, stoer zegt iets meer over leeuw. Dus ik kleur. Ik kijk naar een vrouwtje. Ik kijk ervoor. Aardig vrouwtje. Dat zegt iets meer, dat ze aardig is. Grote leeuw. Grote zegt iets meer over leeuw. Dus ik kleur grote. Mooie krullen. Mooie zegt iets over krullen. Dus ik kleur mooie. Nu is het aan jou. Bij de laatste 4 zinnetjes ga je op zoek naar eerst alle naamwoorden van elke zin. Heb je dat gedaan, ga je op zoek naar de woordjes die iets meer zeggen over de naamwoorden. Vergeet niet, ze staan altijd voor je naamwoord. Laatste opdracht van deze pagina. Schrijf de naamwoorden in de juiste kolom. Dan gaat het over 1 of meer. Ik doe 1 voorbeeldje. Straks is het aan jou. De koe staat tussen de kamelen en de zebras. Koe
is een dier. Kamelen is een dier. En zebras zijn dieren. Dus dit zijn naamwoorden. Mijn opdracht is nog niet klaar. Eens ik mijn naamwoorden heb gevonden, ga ik op zoek. Waar moet ik die schrijven? De koe krijg je al cadeau. 1 koe. Kamelen gaat over meer dan 1, dus kamelen. Dan heb je het derde woordje zebras. Is dat 1 zebra of meer zebras? Klopt, meer. Dus ik schrijf zebras. Als ik overschrijf, kijk ik heel goed en schrijf ik geen foutjes. Dan ga je naar de volgende zin. De apen spelen leuke spelletjes. Je gaat op zoek naar de naamwoorden en je schrijft het hier in de juiste kolom. Dat doe je bij elke zin. De laatste opdracht zie je hier als voorbeeld. De hond, de bruine hond, de grote bruine hond. Wat ga jij nu doen? Je krijgt hier het naamwoord de boom. Ik denk na. Wat kan ik over de boom zeggen? Groot. Dus grote boom. Bij de tweede stap wil ik 2 woordjes over de boom zeggen. De bruine grote boom. Dus bij deze opdracht ga je eerst 1 woordje verzinnen die iets meer zegt over het zelfstandig naamwoord. Bij de tweede ga je 2 woordjes bedenken die iets meer zeggen over het zelfstandig naamwoord. Tweede kadertje is een naamwoord kun je ook verkleinen. Dus ik ga boom verkleinen. Het boompje. En de laatste moet ik van 1 naar meer. 1 boom, hier 2 bomen. Nu is het aan jou. In deze kader ga je 1 woordje meer zeggen over de leeuw. Daaronder 2 woordjes die iets meer zeggen over de leeuw. Bij het tweede kadertje ga je het verkleinen. Een grote leeuw. Wat is dat hier? Het kleine leeuw. Je vult aan. En dan het laatste. Hier krijg je de leeuw cadeau. 1 leeuw. Hoe zeggen we dat dan als we het over 2 hebben? Succes!